Hey, Daniel, kom eens hier. Kom eens naar voren. En hij klopt nog steeds goed. Perfect. 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 Ja. Ja, want je was een ernstig hartpatiënt. Ja, ik had in 1998 heb ik 3 keer een achterwandinfarct gehad van het hart. En daar kunnen ze dus niet meer aan opereren. Nee, dat is een heel groot probleem. Kunnen we wel opereren, maar dan krijg je 5-10% kans om te overleven, meer niet. En daar heb ik het nee op gezegd. Ja. Logisch, want er was eens iemand die zei, ja, ik moet geopereerd worden. En toen ik hoorde wat het zou worden, toen zei ik, heb je gevraagd wat je overlevingskans is als je geopereerd wordt? Ze hebben gezegd, tussen de 0% en 5%. Ik zeg, nou, zou je het dan wel doen? Ik zeg, wel, nu leef je nog. Ja, daarom. En God kan je nog altijd herstellen, genezen. Ja, en als je er niet meer bent, dan is het een ander verhaal. En wat deed God met jou? Nou, wij zijn dus, het was zover, ik heb dus 5 jaar in de school bij Bion gezeten. Want ja, het ging maar alleen maar achteruit. Het was zover dat ik van hier tot aan de deur kon ik niet meer lopen. Nee. Dat ging gewoon niet meer. Nee. En toen zei onze voorganger van, je moet eens meegaan. Ik zeg, ik ga mee, maar ik ga om te kijken. Ik wil absoluut niet naar voren gaan voor gebed. Ik wil kijken wat er gebeurt. Nou, ik ben dus inderdaad in de zaal gaan zitten. Maar ik werd zo enorm aangeraakt. Ik zeg tegen mijn vrouw, dat is het. Ik ga er ook voor. Want ja, dit is echt van de Heer. Ik ben achter in de zaal gestaan, want er was er nog zo'n rijtje dat helemaal achterdoor. En nou, ik had er 10 minuten gestaan. Nou, het ging gewoon niet meer. Het was eigenlijk helemaal voorbij voor mij. En toen zegt hij op dat moment, omdat er mensen wegliepen uit de rij, mensen, blijf in die rij staan. Dit is een gebedsrij. Ik denk, oh. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb dus gebeden, achteraf heb ik gehoord dat we nog meer dan 1 uur in die rij gestaan hebben. En toen ik op het podium kwam, toen zei hij, nou wat ik dan had. Ik zeg, nou mijn hart. Ik heb dus van de doktoren 1,5 jaar geleden te horen gekregen, nog maximaal 1,5 jaar. En dan ja, is het voorbij. Als je weer een vraag krijgt, dan kunnen we niks meer. Is het voorbij. Dus ze gaven je nog 1,5 jaar te leven. Ja, dat was, op dat moment was dat voorbij, toen we hier kwamen. Nou, toen zegt hij, nou, ik ga ervoor bidden. Zo de Heer wil, krijg je er 30 jaar bij. Ik begin te bidden, krijg ik gelijk heel warm op de borst en op de rug, waar ik dus pijn had als ik een vraag kreeg. En ja, dat was het. Toen moest ik doorlopen. Wat heb je? Ik heb hartproblemen. Ik ben 2,5 jaar geleden ben ik opgereden door de artsen. En ik heb al 2 jaar van de Heer extra gekregen. Krijg een nieuw en sterk hart, man. Krijg een sterk hart. Dat hier maar gereviseerd wordt. Hoe oud ben je? 59. Man, dat hart kan nog wel 30, 40, 50 jaar mee. Yes! Zo heel hè? Yes! Dat vertrouwen we nog wel. He? Dat vertrouwen we nog wel. Genees in Jezus' naam. Onze rug is niet goed. Genees. Van hoofd tot voedsel wordt gezond. Amen. Ik kom achterlangs, je krijgt gelijk enorme pijn op de borst en op de rug. Ik denk, oh, je krijgt het nu vaak. Ik ben inderdaad gestopt. Ik denk, wat moet je doen? Teruglopen of doorgaan? Ik denk, ja, of het nou op het podium of voor het podium gebeurt. Het was toch voorbij. Ik loop van het podium af, weg. Alleen dat hele warme, dat bleef. Dat is, tot de dag daarna is dat nog gebleven. Het was zelfs zo, 's avonds vergat ik mijn tabletjes in te nemen. En ik kon normaal gesproken, 1 keer mag ik ze vergeten, maar dan moest ik ze absoluut innemen, 's morgens. Maar 's morgens vergat ik ze dus weer. Het was ondertussen 11, 12 uur dat we opstonden. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, nou, als jij je gaat douchen, want we stonden dus bij Rotterdam op de camping. En ik zeg, als jij je gaat douchen, dan ga ik met een brommertje dadelijk wel eventjes broodjes halen. Als je goed zegt, zij gaat zich douchen. Brommertje liep niet. De kring was niet aan te krijgen. In ieder geval, ik denk, ja, wat nou? Het was een boerencampingje, daar stonden 2 caravans, er was niemand. Dus ik had eigenlijk maar een paar opties, of te voet gaan, of een andere manier. Nou, te voet, dat zag ik dus niet zitten, want ik ben niet zo'n wandelaar. Ik zie de fiets van mijn vrouw staan, pak de fiets, spring op de fiets, rijd de dijk op, rijd met de fiets 1 kilometer naar het dorp, broodjes halen, spring weer op de fiets, weer terug. Ik kom terug, zet die fiets en die zegt, mevrouw, hoe heb jij die broodjes gehaald? Ik zeg, met de fiets. Toen zegt ze, ja, maar dan ben je genezen. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas wat ik gedaan had, wat ik eigenlijk absoluut niet meer kon. Nee.
Want ja, ik zat al 5 jaar in de Scoopabiel en het was ja, op. Helemaal op. En toen was je gezond. Van het ene op het andere moment. Fantastisch. Ja, en de doktoren hebben na een half jaar ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Voor de onderzoeken. En toen zegt de dokter... wat er gebeurd was dan. Ik zeg, nou, zo en zo. Ik had dus niks te horen gekregen wanneer ik dus zou moeten komen. Ik had normaal gesproken in juli op controle moeten komen. Maar ik kreeg niks te horen. Dus ik opgebeld, kreeg de secretaresse eraan. En toen zegt de jonge dame, ja, zegt ze, daar hebben we 1,5 jaar van gemaakt, want het is zo druk hier. Tenzij er iets apart is. Ik zeg, of er iets apart is. Dus ik heb dat verhaal aan de telefoon verteld. En toen was er stil aan de andere kant. Ik denk, oh, die heeft haar eigenlijk neergeleid. Ik zeg, ja, ben je er nog? Jawel, zegt ze, ik ga met dit verhaal naar de dokter toe en je hoort vandaag of morgen wanneer je op controle kunt komen. Nou, dat was dus, de dag daarna kreeg ik inderdaad de brief. 2 weken daarna ben ik er naartoe gegaan. Hij heeft alle onderzoeken gedaan, behalve een fietsonderzoek, want dat hoefde niet, zei hij. Nee, hij hoorde hier van jou dat je was gaan fietsen elke dag. En hij zegt, ja, zegt hij, het is ongelooflijk, dit moet een wonder zijn. Ja. Maar toen kwam juist het mooie, toen zegt hij... Kost dit geld als je daar naartoe gaat? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, alles wat van de Heer is, is gratis. Het enige wat gevraagd wordt, geef je hart aan de Heer. Dat is het enige wat gevraagd wordt. En dat zei je tegen de hartspecialist. Tegen die hartspecialist. Dat hij zijn hart aan de Heer moet geven. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Wie heeft het gedaan? Jezus. Jezus, onthoud die naam. Amen. Halleluja. Dankjewel, Daniel. Prijs de Heer.